Ze rijden gewoon achterom. Kijk, daar zijn ze, de bekenden. Het zijn allemaal bekenden. Kijk maar wat ik moet doen, mensen. Ja? Ja, ik geef natuurlijk geen toestemming. Ik sluit de deur echt alweer eraf. Dus als iemand roepen voelt om te helpen, heel graag. Ja. Hoi! Hoi! Ik wil graag de bevoegdheid zien van jullie, dat jullie hier mogen komen. Ik vraag één keer vraag ik de medewerking voor de controle van de scooter in de schuur. Oh ja, waarom? Wat wil je controleren dan? Wacht even, kom eraan. Momentje. Ik kom eraan. Jij wil graag mijn scooter zien? Op grond van? Op grond van de wegenverkeerswet. Op grond van de wegenverkeerswet. Ja. Staat hij op de weg of staat hij in de schuur? Je kunt hem nu net aanrijden zonder kentingenplaat. Ja, maar hij is gewoon netjes verzekerd. Alleen de nummerplaat die is er niet. We samen checken, dan is het gewoon ver. Dat is niet prima. Dan zijn we zo weer weg. Maar dat wordt wel even gecontroleerd. Oké, als jij mij even papier zet, dat jij daar de macht in toe hebt. Of dat niet. Zelfstandige bevoegdheid hebben we. Zelfstandige bevoegdheid heb je. Om je tuin te betreden en je schuur te betreden zonder je toestemming. Dus die artikelen die hier staan, artikel 461, artikel 138, die mag jij overtreden. Ja, op dit moment niet opnemen. Maar mogen jullie overtreden? Dus jullie mogen daar de deur daar in stampen. We gaan niet in discussie. Dat gaan we niet doen, Mike, maar jij bent netjes eraan meegaat vanuit. Ik ga niet meewerken. Okay, dan gaan we de zaak passeren. Ja, dat dacht ik al. En ik ga het opnemen. Ik zeg nee, mag niet. Ja, mijn scooter is gewoon netjes verzekerd. Kerel, niet kapot maken, hè? Ik zeg nee, hè? Het is van mij, hè? Ik betaal hier de wetten, hè? Ik betaal hier, hè? Jij hebt hier niks betaald. Hé, kerel, niet kapot! En geen nee, je hebt geen toestemming. Nee, precies dat, ja. Je mag hier niet komen, hè? Kijk, heerlijk. Hé, dit is mijn terrein. Ik ben hier de baas. Dankjewel. Ja. Ja. Nee. Hey. Doe maar. Nee. Maakt niet goed. Goed. Dankjewel. Hey kerel. Niet zo liggen te dreigen tegen al de mensen, hè. Het is er niks aan, kerel. Hey Richard. Ik wil hem al doen, hè. Hey, niet aan mijn grijp komen. Ik ben heel duidelijk. Werk mee, joh. Wat? Hey, zet ze dan tegen die vrouw. Zit met zijn neeën. En heeft geen zin. Moet ze schamen. Wat is ze met zijn doen, hé. Dat betaal ik voor. Niks in relax. Beste jij, zet ze dan tegen die vrouw als je niet bent verkracht, hè? Hey, doe eens even relax. Ik zeg nee, dat vermis je. Geen overtreding. Allemaal de wet. Artikel 461, artikel 138. Nee, daar Trump komen we mee. Je zit al op mijn plaat. Je hebt nu inbraak. Geen brek in, hand. Huur van het jong. Verdomme man. En nou dan, wat gaan we nou doen? Zie, ze gaan gewoon achterom, hè? Kijk. Dan gaan we door, gaan we ook slopen. Ja jongen, maak me allemaal kapot, hè, met de 1000, hè, 9000. Wie best dit? Hey, legitimeren, kerel. Legitimeren, hey, dan kijk je me gewoon een keer alles naar binnen. Ga ze me een keer alles even controleren, Sigurd. Hey, Sigurd. Hey, Sigurd. Staatscriminelen. Fucking staatscriminelen, zit jij. Ja? Kijk, hè. Eén geluk heb ik, dat hij dan in de gaten heeft. Je moet dat gaan niet aankomen, man. Weer machtiger. Weet dit gij? Anders tot je twee benen. Hey, legitimeer dan. Geef dat allemaal strafbare feiten nou. En ik heb het op beeld. Ik wil hier weten wie heeft de macht niet gegeven en weet dat gij ziet. Wacht even. Kom ik al snel naar binnen. En hopen. Ik wil niet meewerken. Hij heeft dat duidelijk gezegd. Nee, zeg. Hey, ik wil eerst weten wat dat stuk best. Legitimeren. Alsjeblieft, anders trek je 2B. Je zit allemaal verplicht om te legitimeren. Doe het dan. Ik geef het niet legitimatie, Scheppel. Ja. Goed zo, hier. Ja. En die de naam is? Van de naam. En die nummer is? Want ik kan het van hier niet zien natuurlijk. 2862. Van dicht wil ik ook. Ik wil dadelijk ook even van de rechter
die echt de toestemming heeft gegeven om hier te komen. Rechter, hè? We zien een rechter. We zien geen politie staat. Hè? Geen politie deze, en geen rechtsstaat. Deze bevoegdheden hebben we zelfstandig. Je hebt dat zelfstandig. Dit is zelfstandige bevoegdheden om die mensen achterom te komen in te breken. Hè? Alle dingen kapot te maken omdat je een verdenking hebt. Ja, op verdenking, hè? We hebben die al twee netjes. Nee, ik heb gezegd dat ik ben verzekerd is. Dit ding zit achterom, achter slot en grendel. Je hebt de bevoegdheid niet. En dit mens, ik wil van dit ook, want ik ben helemaal onderkoffer. Ja, we hebben geen mondkapjesplicht meer, hè? Ja, klopt. Ja, maar waarom heb je hem dan op? En dit geurt dan als een crimineel of wat? Ik had gezegd van dit ook. Hé, hey, anders is dat je 2B. Ik wil dat ze zich dus legitimeren. Nou, even voor mij. En dat is 1-1-1-4-1. En wie best dit? Mevrouw Vaas. En had ze ook een pasje? Een auto. In de auto. Dus de lichtste pasjes in de auto en dan gaat ze gewoon als zelfstandige naar binnen. In dit geval wel. Ja, in dit geval wel, want ik meest het. Dit geeft tot de bevoegdheid voor. Ik wil van hem door. Hé hey, kerel, ik wil van die, dit wil ik sowieso. Geen twee, hè. Je hebt sowieso al strafbaar in de Nederlandse auto dat hij naar binnen gaat. Ik wil weten wat dat zich best. Ja, dit is een... Dit, joh, van dit wil ik weten, joh. Zeg ze dat je de vuurnaam of deze zwart bent? Nee, ik weet niet meer dat zich best. Dit best, hé, hey, dit best geen maskert. Nee, wie wil ik weten wat dat zich best? Kom joh, dan moest ik legitimeren. Hoezo ben ik terug, Mike? Wat blijf? Ik kom zo, ben ik terug. Nu is niet meer met terug te komen. Oh, mam, kan ze alsjeblieft komen? Dit mag niet, hè. Dit mag echt niet, hè. Ik vraag waar de bevoegdheid is. En jij zegt dat je zelf bevoegd bent. Je hebt jezelf bevoegd gemaakt. Je hebt een pasje waar je zelf een handtekening op zet. En maakt jou bevoegd tot inbraken. Tot diefstallen. Hé, hey, tot gewoon afnemen van spullen. En dat gewoon hier daarna hier gewoon neerflikken. Ik vraag voor de papieren wie jou gemachtigd heeft. Want als jij gewoon uit jezelf gemachtigd bent, hoe kan dat dan? Dan kan ik mezelf dan ook zo machtigen. Oh, ik ga een pakje kopen bij carnavals dinget en dan doe ik dat ook. Maar blijkbaar als je dat aan hebt. Richard Jacobs. Richard Jacobs. Dienstnummer 2838, dat ben ik. Richard, ik had hier van dichte bevoegdheid gezien. Ja. Dat is hier achterom is komen. Dat is hier. Die artikelen van strafrecht moest je vertreden. Want Mike, dit is een vereniging. Mike, let's keer. Ja, dat kan dreigen was. Welke je dreigt me? Ik zeg nee. Wil ik even wat vertellen of nee? Ja. Die collega's onderweg die komen hier naartoe. Die gaan de deur forceren van de schuur. Ik wil dat laten voorkomen door de schuur open te maken. Dit dwingspiegel om iets open te maken, anders mag je het kapot. Nogmaals, ik geef geen toestemming. Ja. Ik wil weten wat er zich de machtiging van is. Van wie is dit die machtiging? En je zegt allemaal dat je het van jezelf hebt. Je ziet hier zelf strafbare feiten in vliegen. Ik zit zo band. Ik vroeg een dichte machtiging. Ik vroeg een echte machtiging. Ik vroeg niet veel. Machtiging van jullie van huurling. Dat is geen huurling. Oh nee, dit is niet mijn muur in gang. Dat is geen muur, dat is een scheur. Oh, dat is een vreestonde scheur van iemand anders. Het is nog steeds mijn eigendom. Ja, op de papieren zijn dat steeds dat van mij is. Als we minder dus praten en wat meer dus luisteren. Ja? Huur ze wat ik zei. Wat heb ik gezegd? Dat ik mis inbreken. Nee, en dat je nog gaat inbreken, dat huur ik toch? En ik vraag een dikte bevoegdheid. Laat me die zien, zet me gepapeerd als ik bevoegd ben. Ja? Zet die naam en alles, dat sticht dat muis. Nee, ik wil van dikke papier hebben, dat sticht dat muis. Net zoals van de koekboos die mijn auto geschroepen heeft, dan moet ik ook nog steeds van een papier krijgen dat hij mijn auto moet schroepen. Ik wil de huur voor oeleggen, maar. Nee, dat wil niks oeleggen, dat beste hij dwang moet doen oefenen. Ja. Tillen moet je erin. Misschien kan ik ook dankjewel jongens. Ik wil gewoon de bevoegdheid zien. Is dat zo raar? Ik wil gewoon een papier hebben dat geen mijn grij mee gaat nemen. En dat geen mijn grij mee controleren. Geen dat zonder ook maar even papier te zetten, breek je in. Ja? Oké, meus dan joh, dat zei ze nog net. Ik zei dat ze meus. Hey, toon het aan tot het meus dan. Toon het mij aan. Geef me eens bewijs dat ik dat meus. Ik wil bewijzen zien. Maar ik dat toch geen zin, dan zo met elkaar te praten. Ja, maar lekker. Hey, ik vroeg alleen maar voor bewijs. Bewijs me dat je hier naar binnen meug. Bewijs me, als in de wedstrijd dat dingen niet meugen. Waarom maar? In de wedstrijd? Hé, hey, hallo. Dat moet dicht blijven allemaal. Ja, hij zit ook dicht gemaakt. Ja, maar dit dicht wordt, ik wil die niet binnen hebben. Ja. Ik vind dat heftig zat. Hey, ik wil alleen maar op papier hebben, dat sticht het muis. Meer vroeg ik niet. Ik vroeg niks. Hey, ik vroeg niks boetesporig. Ik wil van dicht op papier hebben, dat sticht het muis. En als ze hier wat mee neemt, schiet ze op dat ze het mee heeft genomen, dat zit tot de bevoegdheid voor je. Meer vroeg ik niet. Heb ik ook gevraagd bij mijn auto. Dan ben ik nog steeds op me wachten. Hey, geef me klappen.
en je dat te bewijzen wissen. Ja, mocht je dat? Mocht je dat? Ik vroeg het weer netjes. Ik vroeg het. Dat is Mike, dus wat verwacht ze? Ik vroeg aan u de bewijzen dat je dat mag. Mm. En niet alleen, oh, ik heb de toestemming en ik loop gewoon door. Ik wil van dit de bewijs hebben. Is dat zo gek? Ja, als ik mijn auto schroef, dan pak ik kijk, als ik mijn auto schroef, pak ik zo'n pasje en zeg kijk, dat staat in mijn naam. Waar is dat? Wat is dit dan? Wat is dit dan? Staat in de wet geregeld, ja, laat met die zin dan. Laat met de wet zijn. En niet de regelgeving, maar de wet. Ik wil in de wet. Je mag niet doden, je mag niet stelen, je mag niemand dwingen. En geef dat nou onder dwang. Eindigt het gesprek weer. Jongens, echt waar. Ik weet, ik moet rustig blijven. Maar het is makkelijk. Oh, jongens, poh. Ze breken gewoon in. Ze breken gewoon in, mensen. Wat moet je me doen? Zeg het maar, zeg mij maar wie dat ze deze corruptie alleen maar aanpakken. Ik kan het alleen maar laten zien. Ik vroeg aan haar voor de bevoegdheid. En ze zeggen gewoon, ja dat heb ik. Maar niemand heeft papier gezet dat ze hier naar binnen komen. Niemand heeft papier gezet wat ze mijn taak bij mij gaan nemen. En wie moet ik dan mijn grij en mijn recht terugholen? Als hij, ze zegt, maar nee, dus zeggen van, hé, hey, ik heb de bevoegdheid. Hé, hey, ik, Mike Otte, heb de bevoegdheid. Om dat van dicht af te nemen. Waar is die bevoegdheid? Dat is alles wat ik vroeg. En ik kreeg het niet van u. En ik kreeg het gewoon niet van u. Ja? En ze staan hier achter het muurtje in mijn tuin, zonder toestemming. En ze zeggen gewoon, dat hebben we niet nodig. Wie mogen dat? We hebben een politiepak aan, we hebben een wapen, en dan hebben ze te lusteren. Dat ziet je niet van u. Je ziet niet op de wereld gekomen om te heersen. Je zit er op de wereld voor te dienen. Daar heb je ook een ede voor op afgelegd, om te dienen. Is dit dienen? Ja. Hé, hey, kerel. Je hebt natuurlijk wel de bewijsstukken dat ik heb gereden, hè? Weet je wat het mooiste is? Die scooter is gewoon verzekerd, hè? Die scooter is gewoon verzekerd. Alleen die nummerplaat... Ja, die hebben ze op de een of andere manier is die weg, maar dan moet je aangifte van doen. En wat mag ik niet? Aangifte doen. Heftig, hè? En ze staan gewoon achterom, ze hebben mijn poort gesloopt. En als het blijkt dat ik gelijk heb, wie gaat mij dat hier nou betalen dan? Ik ga eens even... Hé, hey, een vraagje, hè? Organisatie. Ja, meer kan je er niet van maken, kerel. Ja? En jullie luisteren niet. Jullie doen alleen maar strafbare feiten plegen. En ik heb ze op beeld. Ja, de hele wereld ziet wat jullie hier doen, hè? De hele wereld. En ik vraag heel netjes. Wie heeft jou gemachtigd? Zet mij papier dat jij niet.